Welkom bij Zoomen met Impact Makers. In dit item zoomen we in op een arbeidsmarktvernieuwend idee. En dat doen we met de initiatiefnemer of aanjager. En deze keer is dat Brenda Hengst, projectleider organisatieontwikkeling bij Ipse de Brugge. En het idee waar we op in gaan zoomen is fysieke omgeving. Hi Brenda. Hi Annelies. Hallo. Fysieke omgeving is eigenlijk een project, heb ik begrepen. Kun je precies vertellen wat het is? Jazeker. Project fysieke omgeving, doen we bij cliënten. Kwetsbare cliënten met weinig ontwikkelingsmogelijkheden. En wat wij gaan doen is, wij gaan de fysieke omgeving, veelal hun slaapkamer, transformeren. Met als doel hun kwaliteit van leven te vergroten. Het is wel goed om te weten dat het project heel experimenteel is en dat wij 3 kamers gaan transformeren of 3 ruimtes gedurende 4 jaar. En we hebben daar ook wetenschappelijk onderzoek aan gekoppeld, omdat we willen echt achterhalen wat nou de impact is van de veranderingen die we doorvoeren. En we willen onderzoeken wat de werkende factoren zijn. En je zegt dat jullie dus meerdere kamers gaan transformeren. Ja. Maar waarom zijn jullie met dit idee begonnen? Nou, wij hebben een paar jaar geleden was er een cliënt waarbij we van alles al geprobeerd hadden. We hebben heel veel interventies gedaan in begeleidingsstijl, in prikkels, nou verzin het eigenlijk maar. We hadden eigenlijk alles al gedaan. En toch nog steeds vonden wij dat het leven wat hij had niet het leven was wat wij hem gunden en wat wij vonden dat bij hem paste. Mm-hmm. En er was 1 interventie die we nog niet gedaan hadden, en dat was nog eens opnieuw kijken naar zijn omgeving. Wat er in de jaren tijdens het iedere keer aanpassen van zijn zorg was gebeurd, was dat zijn fysieke omgeving, zijn slaapkamer, steeds kaler en kaler was geworden, om te voorkomen dat er prikkels waren, waardoor die zich agressief ging uiten. Maar eigenlijk hadden wij met z'n allen zoiets als wij zijn kamer ingingen van ja, het is niet, weet je, ik zou hier zelf niet blij van worden. Mm-hmm. Dus we dachten, ja, dat geldt dat wellicht ook voor hem. Wij zijn die ruimte dus helemaal gaan aanpakken. En dat is verder dan eventjes een verfje en behangetje. Dat geldt voor het hele project trouwens, hè. Het is niet dat we een nieuw verfje of een behangetje erop doen. Maar we gaan echt kijken naar die ruimte. En stellen ons de vraag van ja, wie is deze cliënt nou? En wat past nou bij hem of haar? Waar wordt hij blij van? Wat wordt hij, waar heeft hij een uitdaging in nodig? Wat is belangrijk voor deze persoon? En op basis daarvan transformeren we de hele kamer. Ik kan me voorstellen dat het heel erg veel effect heeft op de cliënt. Zou je daar wat aan over kunnen vertellen? Jazeker wel. Wat we zien, inclusief die ene kamer die de voorloper was, die eigenlijk de aanleiding hiervan is, hè, want daar zagen we dus heel veel effect bij. Wij zagen op een gegeven moment bij deze cliënt dat zijn medicatie, gedragsregulerende medicatie, afgenomen was. Wij zagen dat hij in plaats van 2-man begeleiding heel de dag weer kon gaan functioneren in een groep. Hij weer naar dagbesteding kon. Hij veel meer blijdschap en interactie uitstraalde en ook veel meer regie kreeg over zijn leven door zelf te kunnen bepalen, wil ik nou in mijn kamer zijn, wil ik naar buiten gaan of wil ik toch bij de groep zijn. En we zien dat soort effecten ook bij andere kamers die we inmiddels al getransformeerd hebben. Je ziet gewoon dat de cliënt gelukkiger wordt. Je ziet ook dat het financieel wat doet. Mm-hmm. Je ziet bijvoorbeeld bij een paar cliënten dat het meer zorg is afgenomen. Wauw, dus dat is wel heel wat. Dus ook van bijvoorbeeld 1-op-2-op-1 begeleiding of 1-op-1 misschien naar wat meer normale begeleiding. Naar gewoon reguliere begeleiding. Wauw. En het gaat echt om heel veel geld op jaarbasis. Dus het doet onwijs veel, ja. En wat doet het nou, hè, voor die medewerker? Want we hebben het hier ook over arbeidsmarktvernieuwing. Wat verandert er voor de medewerker wanneer die omgeving aanpakt? Nou, we zien dat er heel veel verandert. En deels denken wij, en dat zijn we natuurlijk nu aan het onderzoeken, dat het ook te maken heeft met het proces waar we met elkaar instappen. Op het moment dat we zo'n kamer van de cliënt gaan transformeren, dan doen we dat met elkaar. Als de cliënt het kan of aan kan, heeft hij daar uiteraard een stem in. Zijn vertegenwoordigers hebben dat ook, maar ook dat team. En we bekijken vanuit alle aspecten
wat nou het beste zou zijn of wat zou kunnen passen. Dat maakt dus ook dat je met elkaar opnieuw gaat kijken naar de cliënt en voorbij het gedrag wat hij of zij laat zien, maar echt weer naar de persoon. Mm-hmm. Nou, we zien dat dat voor de medewerkers heel wat doet, hè, want we zijn op een gegeven moment ben je zo gewend om te praten over het gedrag in plaats van de persoon en dan focussen we weer echt helemaal op de persoon. Ja, er ontstaat dan een soort mindswitch mm-hmm. binnen het team. En tegelijkertijd zien we dus ook, als daadwerkelijk die transformatie is gebeurd, dat er heel veel situaties zijn veranderd. Hè. Natuurlijk is die kamer getransformeerd naar hoe het voor die cliënt zo goed mogelijk is. Maar we hebben daarbij ook gekeken naar het team. En wat hebben zij nodig om hun werk goed te kunnen uitvoeren? En als je dan kijkt wat er gebeurt, hè, en onlangs hebben we nog gesproken met een team, bij wie ook een cliënt zo'n transformatie vorig jaar had doorgemaakt. En daar zien we dus al gigantische veranderingen in bijvoorbeeld het personeelsverloop. En wow. We zien bijvoorbeeld dat vorig jaar daar een verloop was van 11 personen. En nu, en natuurlijk we zijn pas 3-4 maanden bezig met dit jaar, maar is het verloop nog nul. Het verzuim is echt afgenomen. We merken in gesprek met het team dat het gewoon zorgt voor nieuwe energie. Dat het zorgt voor begrip. Dat ze de organisatie rondom het personeel ook anders hebben kunnen vormgeven op een manier die ook prettiger is voor het personeel. Dus we zien echt gewoon dat ze meer plezier hebben in het werk. Zeg je daarmee eigenlijk ook dat als je anders kijkt naar bijvoorbeeld een cliënt en de zorg aanpast of innoveert, dat het ook ander werk oplevert of een andere werksfeer? Het levert zeker een andere werksfeer op. Je ziet bijvoorbeeld, zo'n heel team is trots op hetgeen wat ze met elkaar voor elkaar hebben gekregen. En als je dan ook praat van, hey, waar heeft dat nou mee te maken? Dan merk je ook dat in de periode voor zo'n transformatie het team keihard werkte om het zo goed mogelijk te doen voor de cliënt, maar toch altijd het gevoel hadden, het is het net niet. Mm-hmm. En we zouden die ander nog zoveel meer gunnen. Dat is uiteindelijk ook waarom je het werk begint. Hè? Je wil het leven echt fundamenteel beter maken voor die ander. En mm-hmm. als je het gevoel hebt dat dat je niet lukt of onvoldoende lukt, ja, dan doet dat wat met je als begeleider. Nou, ja. Wat we nu zien, mede door die transformatie, is dat dat gevoel weg is. Dat ze zeggen, ja, maar mm-hmm. nu is het, heeft een cliënt veel meer eigen regie, veel meer zeggenschap over zijn leven en zien we ook veel meer blijdschap en rust. Mooi hoor. Hey, en wie heb je nou nodig om zo'n idee te realiseren? Wie zijn er betrokken? Nou, wat wij gedaan hebben om echt anders te kijken naar de cliënt is, we hebben alle belangrijke personen om de cliënt, ja, die verzamelen als het ware, hè, zij die de cliënt het beste kennen, maar ook de zorgverleners, omdat zij er ook wat in te zeggen hebben. En afhankelijk van wie de cliënt is, sluiten bijvoorbeeld ook een ergotherapeut aan en uiteraard altijd de gedragskundige. Mm-hmm. En we nodigen ook een architect of ontwerper uit om echt anders te kijken. Zij helpen om zaken die wij aangeven die belangrijk zijn voor de cliënt om te zetten naar ontwerpen. Mm-hmm. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan een cliënt die heel veel behoefte heeft aan bescherming. Het liefst heel de dag omarmd wordt. Die heeft nu bijvoorbeeld een houtgekarfd bed. Wat een soort kokonnetje is geworden, waar hij zichzelf echt in weg kan stoppen met zachte dekens en zo. We zien bij een andere cliënt, die heeft een hele grote fotowand van een landelijk landschap, daar waar hij vroeger altijd was met zijn vader en waar hij goede herinneringen aan heeft. Dat is nu prominent aanwezig in zijn kamer. Weer een andere cliënt waarvoor het buiten zijn heel belangrijk is, maar die toch meer beschutting nodig had, hè, waarbij die cliënt wel naar buiten wilde kijken, maar niet wilde dat de hele wereld naar binnen keek. Die heeft nu een hele mooie, ja, een soort patio aan zijn kamer gekregen. Van natuurlijk materiaal gemaakt. Wat er dus voor zorgt dat hij beschut zit, maar wel kan kijken. En er is niet naar hem kan kijken. Mm-hmm. Dus er ontstaan hele andere ideeën en hele andere oplossingen. Ja, en heb je dan, wat heb je dan nodig, zeg maar, om dit in de organisatie voor elkaar te krijgen? Want het klinkt ook wel heel intensief. Dat is het ook. Ja, mm-hmm. wat je, het allerbelangrijkste, dat is natuurlijk een schot voor open boeg, is draagvlak. Mm-hmm. En
eigenlijk door die casus van die eerste cliënt waarin ja, we dachten, dit kan toch geen toevalstreffer zijn. Hè? Dat was echt uit nood geboren, uit wanhoop wellicht, omdat we het niet meer wisten. En we zagen dat dat zulke positieve effecten had, zijn we dat ook gaan delen binnen de organisatie. Van kijk nou eens naar dit voorbeeld en zou het niet meer zijn. Hè? En, om daarover te praten kwamen we erachter dat eigenlijk iedereen er wel van overtuigd is dat die fysieke omgeving wat doet. Maar wat precies wisten we niet. En toen ontstond er ook gewoon de nieuwsgierigheid om dat eens uit te zoeken. En ook een soort moment, de verantwoording dat we dat moesten doen. Want het is ook een soort experimenteel, toch? Het is, absoluut. Hè, het kan in die zin ook misgaan. Dus het kan zijn dat er geen effect zeker heeft. Dat kan zeker. Nee. Dat kan zeker. En daar houden we ook rekening mee. En dan heb je dus wel draagvlak nodig door de hele organisatie heen. Want dat zijn vaak kostbare transformaties. Mm-hmm. En het vergt van iedereen, hè, van zo'n team ontzettend veel tijd. Maar ook van alle behandelaren en ook van de vertegenwoordigers. Ja, ja, ja. En werken jullie ook nog samen met andere organisaties binnen de gehandicaptenzorg? Nou, wat we belangrijk vinden om hetgeen wat we ontdekken, dat natuurlijk wel te delen met elkaar. Mm-hmm. En daarom zijn we bijvoorbeeld ook ingestapt in begeleiding à la carte. Wat onder andere gefaciliteerd wordt door Vilans. Mm-hmm. Om ook daar gewoon al onze informatie te delen. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen ook hier profijt van kunnen hebben. Ja, en als ik nou, stel ik kijk dit en ik denk van, goh, wij hebben cliënten in de organisatie voor wie dit misschien zou kunnen passen. Welke tips heb jij dan? Vilans, wat ik net al noemde. Mm-hmm. Daarmee werken we samen. En als je kijkt op het kennisplein gehandicaptenzorg, onder het kopje begeleiding à la carte. Daar zie je dus ook ons project staan, fysieke omgeving. En daar zie je bijvoorbeeld mijn contactgegevens staan. Maar ook alle zaken die we al gedaan hebben en ontdekkingen die we gedaan hebben. Dus kijk vooral daar. En als je dan nog vragen hebt, neem gerust contact op. Nou, echt ontzettend mooi. Kun je nog een klein als laatste vraag een inkijkje geven in hoe de toekomst er nu uitziet? Hoe gaan jullie hier nu mee verder? We zijn op dit moment bezig met een selectieproces voor de volgende kamers om die te gaan transformeren. Dus wij hopen eigenlijk met anderhalve maand gewoon weer een paar nieuwe kamers of nieuwe casus te hebben om te kijken naar die fysieke omgeving. En zo gaan we gewoon gestaag door. Iedere keer een paar kamers en dan hopen daar weer informatie uit te kunnen halen. Nou, geweldig. Dankjewel voor je verhaal, Brenda. En we blijven jullie en Ipse de Brugge natuurlijk volgen. Dankjewel. Dankjewel.